Yes mensen, welkom en leuk dat jullie weer kijken. Vandaag een zoeksessie op het strand. We zijn in het mooie Scheveningen. En ik ben met Tim. Jullie kennen hem wel van een van de eerdere video's. We hebben al samen gezocht. Ja. En nu zijn we in Scheveningen. Jullie herkennen de omgeving wel. En we gaan eens even kijken wat we hier tegenkomen. Ja, we verwachten muntgeld. Misschien zelfs mooie sieraden, ringen, verloren sleutels, noem het maar. Dus ik zeg laten we snel gaan beginnen. Nou, de eerste munt is binnen. 20 cent. Ja. Kijk eens. 20. Nou, kijken of we het parkeergeld in ieder geval eruit kunnen halen. Hè? Het zal wel 10 euro per uur zijn, of niet? Moeten we wel hard. Moeten we echt veel gaan vinden. Maar goed. Ik heb hier een mooi signaaltje 19. Even kijken samen. Ja, wat is het? Dus even kijken. Even kijken waar het zit. Ah, ik heb het in mijn hand. Het is maar iets kleins, geloof ik. Oh, ja. 10 cent. Nou, leuk. 10 cent. Lekker. 30 cent. Zit al op de 30. Kan ook wel wat zijn. Nog niet. Nou is hij er wel uit. Dus even kijken. Waar zit die? Oh, staat het? Nou. Dat is ook jammer. Nee. Hoi. Moi, wijn. Niet heel veel. Jij? Oh, okay, nice, nice. Wat is dat? Oh, point 50. Ah, oh, nice. Copper ring, or what is it? I don't know. Ja. Oké. Okay. Oh, dan punt ze. Dit is niet zilver. Oh, hier aan de beach. Hier heb je ook een ring. Ah. Is dit zweite. Oké, okay, nice. Ah, oh, not so bad. Two hours. Oké, nice. En dat point 50, the bullet you also found on the beach. Where? Did you found it on the beach? No. Ja. Oké. Lekker. Ja. Punt 50, gewoon nog op het strand, joh. Oké. Okay. Moi, not much. Wachten. Oké, goed. Ik heb hier ook een lekker signaaltje. Dit kan ook wel eens 20 cent zijn. Even kijken. Ja, het zit in mijn hand. Ja. Dat is het. 20 cent. Yes. Toppie.
knoop dan? Knoop. Zo hoog geluid, hoor. Zo dan. Ja. Komt dat wel vanaf dan? Oké. Okay. Hij doet het niet meer. Jawel, hij doet het wel. Dus. Zo, dat is een mooie man. Misschien is er nog wel water. Kan. Meestal is het van zulke water. Of misschien iets speciaals of zo. 2002. Kunnen we wel een lekker bekje halen van het geld? Hè? Lekker bekje, ja toch? 60 cent of zoiets. Is er nog niet genoeg. Ik zie hem niet. Laat dit nou nog even een muntje zijn dan. Kom op, alsjeblieft. Ja, yes. Kijk eens. 10 cent. Nou. Nog even en we kunnen echt door, hoor. Lekker Becky. Ook wel een bijzondere afbeelding, hoor. Ah ja, deze lijkt Frans volgens mij. Een Franse 10 eurocent. Ja, leuk. Hij gaat weer in het zakje. Blij mee. Geld is geld. En daar achter jou zijn ze aan het volleyballen. En als ze straks uitgevolleybald zijn, dan gaan wij daar eens even kijken. Of er nog wat uit de broekzak is gevallen. Of een ringetje van de vingerzak gekleden. Ja. Dat zou best kunnen. Ook dat. Het zijn allemaal dames. Nou, niet, ik zie nog niet dat ze getrouwd zijn, maar ze kunnen wel sieraden dragen. Dus je weet het niet, hè? Nee, dat... Oorbelletje wat uitvalt door de bal die tegen zijn hoofd aankomt. Ja, ja. Dus je weet het nooit. We gaan zo... Een bal tegen het gezicht aan, of ja. Tegen de tand, het gouden tandje. Of... Ja, precies. Ja, toch? We gaan zo even kijken. Wel een dikke oogvondst. Ja. Ja, kijk eens. Haha. Vindt mijn neefje nog wel mooi deze. Kijk. Een soort G.I. Joe. Ja, grappig. Ik zag hem zo nog liggen net aan. Ik schopte een beetje zand op, zei ik. Ik denk, hé. Hey. Er liggen wel leuke dingen hier. Balletje, dragen we net. Ja, hè? Tennisracket, alles. Ik dacht misschien een... portemonneetje van een kind of zo met een paar vijf eurotjes erin. Ja. Nee, helaas. Even kijken, toch? Nou, we vinden dus ook gewoon een onderkant van een strijkbout. Gekker kan het niet worden. Ja, misschien is dat een keer overboord geslagen met een container of zo, verloren lading. Je weet het niet. Dat zou kunnen. Maar hier zo, hier zit nog allemaal koeklaag op. Hij lag best diep, hè? Ja. Maar het is wel het laatste wat je verwacht, een strijkijzer te vinden. Ja, ja. Hier is nog een bevestigingspunt of zo. Wat grappig, joh. Ah, die is aardig aan het gewicht.
Nou ja, we nemen het toch maar mee. Opgeruimd staat netjes. Een strijkijzer. Gek, zeg. We hebben hier een hoge VDI. 30. Nou ja, het kan ook een blikje zijn. We gaan even kijken. Wat dit nou weer is. Wat heb je? Een huls of hè? Ik weet het niet. Ik haal hem er net uit. Hoge toon. Ik dacht een bijzondere munt of zo. Maar 5 eurocent. 5 eurocent. Ah. Huls, gek. Is het een... Punt 5 gelijk wel. Ja? Ja, lijkt er wel op. Of niet? Ja, het is een huls. Het zal van die punt zijn. Ja, het is gewoon een huls, joh. Ja. Bizar, hè? Kom je nou in één keer weer tegen? Ja. Misschien is dat wat de punt... 1943. LC. LC als bodemstempel, 1943. Ja. Yes, top. Die gaat in de pocket. Punt 50. Goed, we gaan afsluiten. We hebben een leuk avondje gezocht. 3 uurtjes om en nabij. En we gaan nu even laten zien wat de opbrengst is. Nou, kijk. Wat de aanstekers. Beetje rommel nog. Hoeklijntje. De strijkbout. 80 eurocent bij mij. En de punt 50 huls. Ja, toch heel gaaf. Nog aan de kustlijn gevonden. Oogvondst. En dan gaan we nu naar Tim zijn vondst, hè? Yes. Jij hebt het trouwens beter gedaan dan mij, maat. Ja, toch? Ja. Nou, ik ben mee jaloers om die punt 5 van je. Ja. Maar in totaal 3,30 euro. En heel veel troep, heb ik al weggegooid. Ja. De prullenbak. Deze 20 cent is wel mooi op zich. Ja. Dus, netjes, man. Dat is misschien nog een bijzondere die. Ja. Even kijken of die wat veel waard is nog, dat kan. Ik denk het wel. Ik denk dat het een paar euro waard is of zo. Ja. Dus ja, leuk vond ze dat. Top, man. Yes. Nou, vonden jullie het nou een gave video? Laat dan even een leuke reactie achter. Abonneer als je nog geen abonnee bent. En dan zien we jullie snel bij een volgende keer. Tot later!